painting. And painter. We've lost the satellite. Hallo mensen, de Paint hier en vandaag een nieuwe video. Ik doe vandaag geen Call of Duty, maar Counter-Strike Global Offensive. Dat is een spel, eigenlijk een beetje zoals Call of Duty, alleen dan eigenlijk ook heel anders. Want je hebt niet zoals in Call of Duty een wapen waarmee je kan inscopen, maar ja, dat vertel ik wel een andere keer. Maar ik wil het vandaag over iets anders hebben. En dat is dat ik de 100 abonnees heb bereikt. En dat vind ik natuurlijk hartstikke mooi. Want ja, 100 abonnees. Dat is wel geweldig. Het is meer dan 80 abonnees. En ook meer dan 40 abonnees. En ook meer dan 1 abonnee. Dus ja, het is gewoon een leuk momentje dat ik de 100 abonnees heb bereikt. En daarvoor wil ik natuurlijk wel wat speciaals doen. Want ja... ja, het is gewoon leuk. Gewoon leuk. Maar dat wil ik dus wel doen. Maar ik wil niet een challenge doen of zo. Maar ik wil wel wat doen. Omdat ik 100 abonnees heb bereikt. Want het is nu ook niet echt wat heel erg in is of zo. Ja, nou niet echt iets dat ik weet. Ja, de don't judge challenge. Maar dat is gewoon down als je dat doet. No offense. Oké. Maar dus ik wil wat gaan doen. Wat speciaals, omdat ik de 100 abonnees heb bereikt. Maar ik wil wel wat doen wat origineel is. En wat niet iedereen al doet. Zoals een challenge of zo, als je een milestone hebt bereikt. Maar ik zou het leuk vinden als jullie in de comments zetten wat ik moet gaan doen. Om ja, de 100 abonnees te vieren, zeg maar. Het mag voor alles zijn als het maar niet meer dan 10 euro kost. Oké. Maar niet meer dat 10 euro kost. Want anders dan heb ik niet genoeg geld daarvoor. Een arm. Ik kan er niet over praten. Maar dat maakt niet uit. Dus nu even verder naar de gameplay. Ik ben hier een potje Counter-Strike aan het doen. En ik ben nu even met een wapen wat alt heet. Sniper. En die sniper is dikke goed. Want hij is meestal one shot kill, net als een mors. Alleen het is wel lastiger te gebruiken dan een mors. Nou, dat vind ik in ieder geval. Ik vind dit wel een moeilijker spel dan Call of Duty. Want hier is het niet zoals in Call of Duty dat je altijd op hetzelfde punt schiet als dat je crosshair staat of als dat je scope staat. Want bij Call of Duty is het zo dat als je een red dot sight gebruikt of zo en je puntje van je red dot zit echt op iemand, dan schiet je gewoon altijd raak, gegarandeerd. Er is niet iets waardoor je niet raak kan schieten. Ja, dat de andere beweegt, maar niet door het wapen zelf. Maar bij dit spel is het dus wel heel erg zo. Want als je hier beweegt of zo, zoals wat ik nu doe, dan zie je dat ik niet raak schiet, omdat ik te hard beweeg. En dan op de een of andere manier is hij heel inaccurate daardoor. En daarom schiet je gewoon niet raak. Maar als ik stilsta, wat je dan ook ziet, en crouch, dan schiet ik wel raak. Omdat dan zijn alle variables waardoor je wapen inaccurate worden, zijn soort van weg. Waardoor ja, je wel raak kan schieten. Net zoals waarom ik zometeen ook in deze gameplay tapshot in plaats van spray, zoals ik in Call of Duty doe. Gewoon echt gewoon volledig harde spray naar iets. En dat doe ik omdat tapshot doe ik omdat daardoor je ook meer accurate wordt, omdat je als je spreekt dan ga je kogel zeg maar in een bepaald patroon uit elkaar en dat is nogal vervelend, want ja, dan kan je natuurlijk niet raak schieten als je kogels opeens ergens anders heen vliegen dan dat je crosshair staat en je kan ook niet inscopen, dus ja, dat is allemaal lastig. Kipje dood. En daarom moet je dus goed opletten wat je allemaal doet in dit spel. Want je kan zomaar zijn dat je niet raak schiet, terwijl je wel echt duidelijk je crosshair op iemand hebt. En dat is bij Call of Duty dus echt niet zo. Je denkt meteen als iemand, je denkt meteen dat het niet makkelijk is als je crosshair op iemand staat en je schiet niet raak.
En nu ga ik lekker met de autosniper. De autosniper. Nou, dit is toch echt een geweldig wapen. Dit is het sterkste wapen, denk ik, in Counter-Strike. Nou, niet de sterkste, maar in ieder geval een van de beste wapens. Wordt niet zoveel gebruikt, omdat hij heel erg duur is. Ja, hier kan je hem natuurlijk oneindig gebruiken, omdat dit is deathmatch. Maar in, het competitive, dat is het ranked play van het Counter-Strike. Zeg maar, is het wapen heel erg duur. En je hebt ook in Counter-Strike dat je wapens moet kopen. Je krijgt ze niet zo, maar je moet ze echt kopen. Niet met echt geld, maar met in-game geld. En daar moet je goed op letten. Dat je genoeg geld hebt om je wapens te kopen die jij goed vindt. Omdat als je die niet hebt, ja, dan tel je niet mee. Bam, dit is drie. Oké, val. Maar dus serieus, je kan gewoon geen kill maken met een, zeg maar, een Nova tegenover een M4A1S van een afstandje. Een M4A1S is een soort van, ja, een soort, niet een, een bal, een soort van bal. Is de M4A1S. Een soort van bal met een silencer. Alleen, het is een heel goed wapen, vind ik, in Counter-Strike, omdat het, ja, het is de spray pattern. Datgene wat ik, waar ik eerst over had, wat ervoor zorgt dat je kogels naar boven gaan of naar onder in een, als je sprayt, is heel makkelijk controleerbaar. Dus je kan heel goed je muis naar beneden halen, zodat je kogels op dezelfde plek blijven. En dus wel raak gaan, in plaats van dat die over de kogel over degene heen gaat. Nu gebruik ik de Zeus. Dat is echt gewoon een geweldig wapen. Als je daarmee gekild wordt, voel je, dan schaam je je gewoon. En vooral in competitive. Alleen, ik kan er echt geen ene kak mee. En dit is een Glock. Dat is een handpistooltje. Het slechtste handpistool in het spel. Maar hij is gratis. Je krijgt hem altijd erbij. Dus je hebt hem wel nodig. Soms, op het moment dat je geen kogels meer hebt. Of zoals mij een beetje gaat rondtrollen. Maar dat is ook leuk. En de Zeus, dat is echt een grappig wapen. Dat is een stroomstootwapen en meestal kilt het in één keer als je raak schiet. Nou, als je dichtbij staat. Maar het is een stroomstootwapen en kijk, nu ga ik voor mij een kill maken. Nee, hoe was hij niet dood? Maar voor mij ga ik nu wel knifen. Hoppakee. Maar, dus de Zeus vind ik een best wel grappig wapen om mensen mee te trollen, want het is zo grappig. Als je zo groot ziet. Oh fuck, ik ben gekild met de Zeus. Maar het maakt zo'n grappig geluidje. Zo'n zzzz, geluidje. Zo'n. Ja, ik liep net langs iemand. En dan ga ik dood. Oh nee, net niet. Het is gewoon een grappig wapen. Om te gebruiken. Ja, meer heb ik er niet over te vertellen. En ik ben nu eigenlijk de hele tijd al een beetje aan het trollen met dit wapen. Omdat ik tegen best wel, nou, niet slecht. Sommige mensen zijn wel goed en sommige mensen zijn echt kak in deathmatch. Je ziet nu dat ik, even kijken, nog wel in de ranking sta. Dus ik ben nog, nu ben ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ste van de 20. Terwijl ik nu al de hele tijd met een gaar Zeus wapen en een knife bezig ben. Dus op zich, deze mensen zijn niet echt geweldig. Als ik ze zelf wel met een Zeus kan rekken. Nou, niet allemaal. Maar oké, ik moet niet zoveel kills. Maar het balt niet oké. Het maakt gewoon niet uit. En ja, het was wel zo'n beetje. Ik denk niet dat ik nog meer ga doen dan dit. Dus als je wil kun je de video nu wel uitzetten. Want ja, het is niet echt leuk meer. Want ik ben alleen nog maar aan het gaan en het trollen met dit wapen. Dat het gewoon grappig is. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje geleerd hebben wat CSGO inhoudt. Als jullie het niet al zelf spelen. Want ja, Counter-Strike is best wel veel gespeeld spel. Maar er zijn nog veel meer dingen die je moet weten om een beetje goed te worden. Ik ben zelf nog heel erg slecht. Ik ben Gold Nova 2. Dat is niet echt goed. Dus 7 beter dan het slechtste. En voor mij 8
van de bovenste naar beneden. Dus ongeveer een beetje in het midden zit ik. Oh, kijk, daar killde ik iemand met de zoes. Maar bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een paar reacties achterlaten over wat ik zou gaan doen. Of zou moeten doen, volgens jullie. Alleen ga geen Minecraft doen, dus dat is alvast één ding. Als je gaat zeggen Minecraft video's, dan fuck jou. Dan deabonneer je me maar, want ik ga geen fucking Minecraft video's doen. Misschien over een hele tijd, maar nu in ieder geval nog even niet. Maar je kan ook een challenge doen. Als, ja, dat kan ook. Als je dat zo graag wilt. Maar bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video vinden. Abonneer, like en dislike als je de video niet leuk vindt. Maar dat zou ik een beetje jammer vinden. Dag!